allemaal. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig omdat ik dit soort dingen nooit doe. En omdat ik zeker nog nooit zelf een cameraatje aan en uit heb gedaan en een verhaal ga vertellen. Ik ben Marie-Louise Steins en Piet, menu van het Zuidelijk Toneel, had mij gevraagd. Goh, vertel eens, heb jij geen lijstje? Vertel eens iets in deze coronatijd om ons af te leiden. Heb je een lijstje voor favoriete dit of van muziekjes of van dansjes of zo? En die heb ik niet. Die heb ik ook nooit gehad. Wat ik wel heb gehad en nog heb, zijn aan levenswensen. En daar zit natuurlijk bij liefde. En er zit ook bij een fijne carrière, lekker toneel spelen, lekker samenspelen en zo. Ook tuurlijk. Maar bovenaan mijn lijstje stond het krijgen van kinderen. Was mijn hartewens, mijn diepste wens. Wilde ik ook van jongs af aan, stond buiten kijf als ik die zou krijgen. Dat ik die zou willen, dat kan ik beter zeggen. Mijn gezin waar ik uitkwam met 4 kinderen was niet per se dat je zegt, oh, maar natuurlijk ga je kinderen krijgen, want oh wauw, en wat heb je dat allemaal logisch doorgekregen. Want ik had, mijn moeder die deed ongelooflijk haar best en mijn vader was ontzettend lief, maar altijd afwezig. Maar ja, iets heeft zich in mij vastgezet dat ik de dotliefde die ik in me had graag wilde doorgeven aan kinderen. En bovendien, als ik een baby zie, moet ik hem hebben. Zo erg is het met me. Dus ik wist altijd al, ik wil kinderen hebben. Maar ja, daar moet je natuurlijk een partner bij hebben. Dat moet niet, maar dat wilde ik wel graag. Want dat leek me wel heel fijn. Ook om zorgen te delen, maar ook om de gezelligheid te delen. En te kijken, oh kijk nou toch, wat die buik allemaal wel niet doet. En ik kan je vertellen, die buik doet dingen. Dat is zo godsgruwelijk geweldig. Dat wilde ik delen. Maar goed, ik had zelfs het plan. Als ik rond de 30, 32 zou zijn en ik nog geen goede partner had gevonden of die was hem alweer gesmeerd, dan zou ik naar Italië gaan, want dat was het land waar ik zo van hield. En dan zou ik daar mij laten bevruchten. Wat nu wel heel roekeloos klinkt, maar ik dacht daar toen nog niet zo ver over na. Terwijl het nu blijkt hoe ongelooflijk belangrijk is dat je natuurlijk toch ook die vader moet kennen. Dus daar had ik vast wel wat op gevonden, daar ben ik van overtuigd. Maar zo graag wilde ik kinderen. Nou, toen ontmoette ik mijn vorige kerel. En ik dacht, het is hem. En van deze kerel wil ik kinderen. En ik was die tijd daarvoor, een paar jaar daarvoor, nogal ziek geweest. Ik had een zware ontsteking gehad in mijn buik. En dan had ik 3 weken voor het ziekenhuis gelegen. En dat was een redelijk kantje boord aan vruchtbaarheid of niet. Dus ik heb daar de gynaecoloog ook over mijn bed getrokken. En gezegd, wat je ook doet, zorg dat ik vruchtbaar blijf. Want ik wil kinderen krijgen. En dat klinkt nu heel stoer, maar dat was toen heel wanhopig. En nou goed, ik ontmoette mijn lief van toen. En hij had ook iets van, yes, dat gaan we doen. En oké, we zouden zwanger gaan proberen te worden. Nou, forget it. Het duurde en het duurde. En ik werd natuurlijk langzamerhand steeds banger dat het iets met die ontsteking te maken had. Maar eindelijk na een jaar, ruim een jaar, was ik zwanger. Nou, de pannen gingen van de boot af. Dakpannen. Kan het me niet, heeft het me niks. Oh, we waren blij en gelukkig. Jezus, zwanger. En ik kan ook niet anders zeggen dat het een topzwangerschap was. Gewoon de eerste 3 maanden moe, maar niet zo misselijk. En daarna, jongen, ik heb staan swingen met die dikke buik. Niks was een probleem. We noemden ons kind Pukkel. Dus elke keer als wij naar de vroedvrouw gingen, dan spraken we zo'n toedeliedokie in. Met zo'n cassettetje deze erin moest doen. En zeiden we, dag Pukkel, nou vandaag ben je 4 weken en 2 dagen. En nou, het gaat goed, je groeit goed en je bent dan weer aangekomen. En we wilden hardnekkig niet weten of het een jongen of een meisje zou zijn. Nou. Maar gaandeweg ging er wel wat mis. Want op een gegeven moment zei ik, ik wil jullie nu toch even verwittigen dat ik zwanger ben van een paard. En die ga ik er van zo lang zal zijn leven niet uitkrijgen. Ook niet achter mijn ogen. Dit wordt een probleem. Het was een enorme buik. Enorme buik. En ik was een heel mager meisje, mag ik erbij zeggen. En die vroedvrouw die riep, want wij zouden thuis gaan bevallen. Ja, nee, dat zeggen moeders in spe allemaal. Dat gaat mij niet lukken. En moet je opletten, dat lukt jou wel. Maar ik dacht, je kan me er meer vertellen, maar er zit een koe in mijn lijf. Want wat was het geval? Mijn zoon die groeide zo goed op en die had het daar zo naar zijn zin.
Die groeide maar door, groeide maar door. En die was al ingedaald in mijn bekken. Vrouwen, moeders onder ons begrijpen wat ik zeg. Zo rond de tijd dat het geboren moet gaan worden. Dan daalt hij hem in met zijn koppie in je bekken. Zodat hij helemaal klaar ligt in het geboortekanaal. Om te gaan geboren worden. Nou, mijn zoon was goed ingedaald. Maar die dacht, hey, dikke aars, ik zit hier goed. Die bleef zitten. En die groeide door. Dus wat gebeurde er? Die floepte zo mijn bekken weer uit. En die nestelde zich onder mijn borst. Eerst de organen opzij geschoven. En is toen onder mijn borst gaan zitten. En ondertussen bleven we maar denken. Oh, dat kunnen we allemaal wel thuis bevallen. Later dacht ik, die vroedvrouw had ook een inschattingsfout. Maar goed. Ik werd onder de douche gezet. En daar moest ik maar de weeën op gaan vangen. En mijn lief en mijn beste vriendin die mee mocht kijken. Die zaten gezellig met de vroedvrouw thee te drinken en te kletsen. En ik hoorde ze lachen terwijl ik maar in de douche stond. Oh, de weeën opvangen, weet je wel. Nou, ik kan je verzekeren, je kan mensen haten op zo'n moment. Dat kan ik je wel vertellen. En dan af en toe kwamen ze langs om te zeggen. Hey, gaat het? Nou, het ging niet. Dat begrijpen jullie natuurlijk wel. Wij als de sodemieter met de Audi van de Lief naar de oma van, nee, was het? Het burgerziekenhuis in de nacht. En we hadden zelfs al dat ritje geoefend, hè. Tijdens de zwangerschap, als het ooit mis mocht gaan, dan gaan we met de auto. Hoe gaan we dan? Nou, dat is de route. Dan gaan we zo en niet te hard. En nu blijkt het leuk dat je dat oefent. Maar ik kon bijvoorbeeld helemaal niet achterin zitten. Ik moest juist andersom in de bank hangen. Want ik had hier die enorme pens die er ook nog bij moest. Nou, lang verhaal kort. Ik werd in het ziekenhuis s'nachts. De gynaecoloog werd opgeroepen, want dat moest een keizersnede worden. Want het kind dat was ergens in mijn ruggenmerg gaan zitten. Dus die moest gehaald gaan worden. En dat kon ook niet meer met een ruggenprik, want daar was het al te ver voor. Dus ik kreeg een prik. Ik heb verder geen hol meer meegemaakt. Wat ik verschrikkelijk vond. Verschrikkelijk. Mijn lief heeft dat allemaal gezien en mijn beste vriendin ook. Die stonden er half bovenop, mochten meekijken. Kijk, ik ga nu dit doen. Kijk, ik ga nu dat doen. Goh, wat doet die vrouw? Want die spieren van haar krijg ik bijna niet doorgezaagd. Ja, dat waren de buikspieren. Toen was ik nog strak. Enfin, die eerste, die is geboren. En toen ik wakker werd, lag die daar in zo'n doorschijnend beetje van plexiglas. Er lag een hele mooie jongen van fors 4 kilo. Goedemorgen, mag ik weer even tegenkomen. Nou ja, dat was nummer 1. Zwangerschap nummer 2. Dat was een jaar of twee later dat we met elkaar aankeken. En dan zeiden, god, lijkt het jou ook zo leuk? Ja, ja, we willen maar weer. Nou, boink, na een maand als ik zwanger. Heerlijke zwangerschap weer. Heerlijk weer. Eerste 3 weken een beetje zo. Ja, ja, ja. Ziek en zwak en misselijk. En daarna weer echt lekkere dikke pens. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel schans gehad als toen ik zwanger was. Want je gaat blijkbaar zo glowen. Dus iedere keer had hij iets van, nou, jou moet ik hebben. En ik alleen maar, nee hoor, word ik weer zwanger hoor. Gekke man. Goed. Nou, en er was af en toe wel wat gedoe bij de echo's. Dat ze zagen, hey, wat een vliebertje zie ik daar. Hey, en wat een vliegeltje zie ik daar. Maar die dochter die werd geboren. Een uur te vroeg werd ze gehaald. Terwijl mijn lief nog maar net uit de lift kwam. In het ziekenhuis kwam. We zaten om 12 uur. Nee, 11 uur is ook goed. Oh, vond ik ook wel raar. Maar goed, we gingen naar de OK. En ik zou een ruggenprik gaan krijgen. Dus dat vond ik allemaal wel heftig en eng en zo. Maar weet je wel, op dat moment dan pers je jezelf in. Ik ga dit doen. En alle paniek en hysterie gaan er weg. En heel rustig, hup, in die prik ging ik zitten. Hup, al die dingen in je aderen en hartslag. En daar is mijn tweede toe geboren. En dat is allemaal goed gegaan, hartstikke fijn. Ik was erbij. Ik vond het een beetje lastig dat mijn lief toen op dat moment al zo'n beetje zo boven dat zeiltje hangt dat hier voor je hangt. En daarachter ligt en jij naakt open gesneden. Zo, weet je wel. En hij is er een beetje overheen hangen met, goh, het interessante. Wat doet u nou? Oh, dat is de baarmoeder. Ah ja, u gaat. En ik kon af en toe zeggen, kan je even je bek houden als wat gek. Allemaal niet erg, want ze werd geboren, ze was goed en heerlijk. Oh, bijna 4 kilo, want jongens, ik voed die kinderen van hier tot Tokio. Ging ook allemaal goed. En toen, na 4 jaar, kwam nummer 3, poink. Oh, ik ben zwanger. Dat was niet gepland, geeft niks, was heerlijk, wat fijn. En weer een lekkere zwangerschap. Huppakee, en dansen, chansen, even een beetje moe en daarna weer heerlijk. En toen ging het mis. Na 20 weken, en ik was inmiddels al, hoe oud was ik? 39. Na 20 weken deden wij een vruchtwaterpunctie. Want ik was al zo oud dat we zeiden, nou laten we dat maar doen, dat is wel verstandig. En toen ging het mis, want de uitslag van die vruchtwaterpunctie was dat onze dochter trisomie 18 afwijking had. En het is, jongens, hoog en breed een dodelijke afwijking. Er lopen 2 of 3
levende mensen op de wereld rond die dat virus. Dat is een ander probleem, die afwijking hebben. Het zijn kinderen die geboren worden met een oortje van een kat of zonder ogen, of de ogen zitten hier. Je hebt geen herseninhoud of misschien zijn de organen niet. Het is een diep gestoord kind, niet levensvatbaar, wordt ook bijna altijd doodgeboren. Niets aan te doen, moet eruit. Dat is 20 weken zwanger. Het kind moet eruit. 22 weken zwanger. Het kind moet eruit. Het wordt een soort geboorteabort. Nou, we waren kapot. Maar echt kapot. Help. In die tijd speelde ik ook nog Who's Afraid of Virginia Woolf. Want dat was al gepland. Op tour Who's Afraid of Virginia Woolf spelen, weet je wel. Een echtpaar dat zo dol graag een kind wil. En zich een kind verzint. En ik stond hier met een kind ten dode opgeschreven in mijn buik. Het waren tijden, jongens. Maar je doorstaat alles. Wij doorstaan met z'n allen dit ook allemaal. Nou goed. Was een hel. Wat kunnen we doen? Nou, we zijn nog naar dokter Galjaard geweest. Omdat hij ons nog iets kon vertellen over... ja jongens, als jullie toch echt dit verdict hebben, dan is het gewoon niet goed. Het is zoals in Afrika. Dan gaan moeders en kind een week in een donker huisje. En wachten eerst een week totdat dat kindje levensvatbaar is. En dan komen ze naar buiten en krijgt het kind een naam. Nou, jullie zitten met het kindje in een huisje. En dat kindje moet daar blijven. Het komt niet meer goed. Komt ook nooit goed. Laat het kind los. Dus ja, de lief ging aan de slag met... kunnen wij dit vruchtenkindje dan nog mee naar huis krijgen om te begraven? Nee, dat kon niet. Want onder de zoveel weken is het eigendom van het ziekenhuis ook weer zo'n hel. En toen zei je op een gegeven moment die ene gynaecoloog, ik vind het toch een beetje gek. Want jouw buik groeit goed door en ik vind dat je trapt en er goed uitziet. En jij ziet er goed uit en het kind reageert goed. Ik denk dat je het moet laten zitten. En wij zeiden, ja dikke aartsvriend, dat kan jij makkelijk zeggen, maar wij zitten echt met de hel, hè. En hij zei, kom over een week terug, kom over twee weken terug, kijk hoe het gaat, het groeien. Het kindje groeide door. Ik bedoel, er was niks dat aangaf. Het is zwaar gestoord. Ook de echo's gaven dat niet aan. Maar dat zei nog niks. Omdat het ook geheimzinnige tekortkoming zou hebben in het lichaampje. Wat wij nog niet konden zien. Of niet zichtbaar in plaats van geheimzinnige. Nou ja, wat een keuze was dit om te maken. En die hebben wij dan toch maar gemaakt. En hebben gezegd, oké, we laten het zitten. En we bidden naar de goede God. En ja, die zwangerschap is daarna niet meer zo super de puper gehad. Dat begrijpen jullie natuurlijk ook wel. En toen gingen we naar de OK, want het zou dus weer een keizersnede worden. Nou, die OK was afgeladen met kinderartsen, soms zelfs uit een ander land. Doktoren, verpleegsters, mensen die het ook wel eens wilden zien. Een directeur van het ziekenhuis. En wij lagen een beetje zo... Oké. En wat ook nog belangrijk was om te weten, ze lag in een totale stuit. Dus hoe dat kind met die stoornis gehaald moest worden, nou, we gaan het meemaken. Goed, ik krijg weer die ruggenprik. Ik ga die ruggenprik in, omdat ik denk, hup, en door, en hup. En ik krijg weer die hartslag hier, en ik krijg dat ding weer in mijn adel. En mijn handen, die liggen zo open, zo naast me. En ik lig zo. En, voelt u dit? Nee, nou, we gaan beginnen. Huppakee. En terwijl ze bezig zijn, zo, zie ik mijn lief alweer omhoog gaan. Die gaat zo over dat zeil weer van, oh, kijk nou, wat doet u met uw darm? Wat gaat u met uw darmen doen? Oh, die ligt er daar neer. Ah, kijk. Oh, en is dat nou de buikholte? Ja. Dat je denkt, godverdomme, die schiet ik toch ook wel af als dit kind eruit is. Maar er was iets anders aan de hand nog. Want terwijl ik daar zo lag met mijn handjes, voelde ik ineens een piemel in mijn hand. Ik voelde een piemel in mijn hand. En ik denk, wat krijgen we nou? Dus ik denk, een piemel. Oh, dat is van die gynaecoloog die achter dit zeiltje hier, die staat mij open te naaien en dat kind eruit te halen. Dus ik denk, god, maar ik kan geen kant op met mijn handen, maar ik sta met die man zo'n piemel in mijn hand. Wat moet ik nou? Dus ik denk, ik knijp erin. Dan krijgt hij wel de attentie. Oh, Fox, loopt met mijn piel in de hand. Kom, ik verschuif even. Ik knijp zo.
gebeurt helemaal niks. En ze knijpt zo nog eens. Ah, laat, meneer, ik heb je piel in mijn hand. Ik bedoel, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik hoop ook niet dat hij er dikker van wordt. Niks aan de hand, niks. Hij naaide lekker door. Hij zat te kloten en alles open te maken. Dus terwijl daar die lief over dat zeil hangt om te roepen. Oh, wat interessant zeg. Kijk, daar hebben we het kontje al. En ik hier met een lul van de gynaecoloog in mijn hand zat. Nou, de wereld kon echt niet gestoord hoor. Toen moest dat kind er nog uit. Met de kont eerst. Nou, dan ging die. Dus die kind die werd eruit getrokken. Maar die kop bleef zitten. Dus er werd ze weer teruggeduwd. En dan hoorde je. Nog een keer werd ze een soort van gedraaid. En te kijken of dat lukte. En werd ze er weer uitgetrokken aan de kont. En dat lukte niet. Weer teruggeduwd. Weer werd dat kind gedraaid. En ik lachte. Wat doet u toch? Ja, we draaien het kind, mevrouw. Nou, verdomd zeg, eindelijk na de derde keer werd ze eruit getrokken. Ze huilde niet, ze gaf geen krimp, niks. En ze werd onmiddellijk weggehaald. Nou, ik geloof dat de driekwart van de zaal meeliep met haar. Huppakee naar buiten. Dus die werd natuurlijk als de sodemiet onderzocht. Oh. En ondertussen, had ik nog steeds die had ze flats in mijn hand. En die ex van mij, die hing nog een beetje zo boven dat zeil. Goh, gaat toch dicht naaien, leuk. En dat met dicht naaien, jongens, dat gaat echt een flop. Want ze trekken even goed, flink, dat gat dicht, zo. En dan naaien ze het dicht. Is geen grap hoor. En ze kriegt nog, wat doet u toch? Nou, en toen kwamen ze terug met de jongste. En ze riepen, oh mevrouw en meneer, heerlijk. Het kind is helemaal goed, hartstikke goed. Die APA-score, ik weet niet hoe die heette. Alles is goed. En daar kwam een heerlijk mooi kindje. Hier zo, werd op mijn borst gelegd. Helemaal in die grijze smeer nog. Ik zei toch dat ik gezond ben van binnen. Heerlijk in die smeer. Maar ja, mijn handen zaten vast. Ik had hier een pil in mijn hand. En hier zat ik met mijn hartslagader ding. Dus ik had niks aan mijn tong. Dus ik heb die dochter van mij, help, afgelikt. Zo blij was ik dat ze, nou ja, dat ze er was. En dat ze fucking gezond was. Ja, jongens. Kan je verkeren. We zijn er wel achter gekomen. Het heeft te maken gehad met een pipetje wat vervuild was van een vorige patiënt. Dus iets met die prik en een pipet vervuild is meegekomen mijn buik in en heeft die diagnose gemaakt. Die diagnose was dus verkeerd. We hadden bijna onze prachtige jongste niet gehad. We hebben nog een nanoseconde overwogen om de hele wereld te zoeken, te beginnen met het ziekenhuis. En we hebben gedacht, laat maar gaan. We hebben het kind, we hebben drie geweldige kinderen. Laat maar gaan. Vrede, lieve mensen. Liefde, lieve mensen. En krijg veel kinderen. Ciao allemaal. Lieve Marie-Louise, kijk eens. Hier, in de buik. Mijn eerstgeboren zoon, Ties. Die foto hebben we laten maken toen Willemijn echt hoogzwanger was. En die hangt boven onze bank. Omdat dat... zo'n mooi moment is, zeker van je eerste kind en natuurlijk ook van je tweede kind. Want ik heb ook nog een dochter waar ik gek op ben. Dus ja, I feel you. Jouw hele verhaal over het ouderschap en over zwanger zijn en over kinderen hebben. Het is prachtig. Ik wens de hele wereld nog veel en veel meer kinderen. Want uiteindelijk zit al het goeds bij die kids. Mwah.